Welkom allemaal, we zitten hier in de studio van Retail 24. Het centrale thema van vandaag waar we het over gaan hebben is business intelligence, oftewel big data. We gaan met meerdere mensen daarover praten en we beginnen met Frank Habers. Misschien dat je jezelf eerst even wil voorstellen van welk bedrijf en wat je precies doet. Ja, natuurlijk. Namens dus Frank Habers, business intelligence consultant bij Innergy. Innergy is een business intelligence dienstverlener. Wat we eigenlijk doen is van data informatie maken. En op basis van informatie dat een retailer of wat voor andere organisatie dan ook, op basis van die informatie ook actie kan ondernemen. En daarmee kosten kan besparen of geld kan verdienen. Kijk, geld verdienen, dat is altijd goed om te horen. Goed, het woord big data, we horen het nu veel. Voorheen waren dat weer andere termen voor. Als je het nou gewoon mocht vertellen, big data, waar moeten we dan aan denken? Ja, ik vind het een goede vraag, want wat wij merken is van, ik zit nu, nou wat is het, sinds 1994 in dit vakgebied. Wij noemden het altijd business intelligence. En sinds 2009 en 2010 zien we in één keer de term big data zien we gaan ontstaan. En ik vind het heel lastig om daar een antwoord op te geven. Als je 10 consultants vraagt van wat is big data, krijg je ongetwijfeld 10 verschillende antwoorden. Dus je krijgt van mij ook geen definitie. Okay. Wat ik met name zie is dat het meer een duiding is. Een duiding van datavolumes die toenemen, andere manieren om data te analyseren en andere mogelijkheden. Dus meer, daar moet je het zoeken, meer data, ook ander type data en daar slimme dingen mee doen met andere dan zeg maar traditionele technologie. Als we dat nou concreet maken, wat leveren jullie nou daadwerkelijk aan jullie klanten? Ja, als we naar concrete oplossingen kijken, dan wat wij bij klanten hebben gezien is dat ze eigenlijk heel veel problemen hadden om die grote volumes aan data, om die gewoon te analyseren. Dan heb ik het gewoon al over de kassabonregeltjes, om die op het laagste detailniveau op te slaan en die te kunnen aggregeren naar het hoogste niveau. Wij bieden dat eigenlijk via een specialistische oplossing, het hart van onze oplossing, wat een DTWR als appliance is. Een appliance is niks meer dan een apparaat wat in één ding heel goed is. En dit apparaat is heel goed in het verzamelen van data en het analyseren van data. En dat op een supersnelle manier doen, 10 tot 100 keer sneller dan met traditionele technologie. Dat stelt ons in staat om zeg maar rapportages op te leveren aan de klant waar jaarcijfers op staan. Maar die klant kan ook gewoon inzoomen naar maandcijfers, naar weekcijfers, naar dagcijfers, tot en met het individuele kassabonregeltje. Dat geeft een retailer enorm veel inzicht in zijn business en in zijn performance. Oké, en wat is dan specifiek anders dan wat we vroeger gebruikten aan traditionele systemen? Ja, dan ga ik wat meer op de technologie in. Van normaal hadden we traditionele DBMS'en en die waren heel goed in zeg maar data muteren en data invoeren op individuele recordbasis. Maar het opvragen, dat was eigenlijk altijd een zwak punt van dat soort type databases. Ja. En dit type database, of die appliance, is heel goed in het snel crunchen van data. Hè, dus snel laden van data, maar ook snelle opvragen van data. Oké. En hoe informeren jullie de klanten wat nou een slimme oplossing is of welke informatie ze daadwerkelijk nodig hebben of zelf kunnen gebruiken? Het is vaak ook een hele grote vijver voor een klant. Ja. Welke informatie is voor hun handig? Ja, precies. Dat gaat twee kanten op. Wij zijn BI-experts. In die zin van we zijn heel goed in zeg maar, omgaan met data en van die data informatie maken. Maar ook de klant heeft natuurlijk zijn eigen wensen en behoeften. Dus het gaat altijd in samenspraak met de klant. Dus de klant zegt van dit rapport heb ik nodig. En wij kunnen vanuit onze ervaring zeggen van wellicht is dit dan ook handig om dat op het rapport te zien. Oké. We hadden het net over de oplossingen die jullie leveren aan de klanten. Hoe ziet dat er nou uit? Wat doen jullie klanten met de oplossing? Ja, ik maak er altijd een tweedeling in. Enerzijds heb je zeg maar de managementinformatie en anderzijds heb je allerlei operationeel gebruik van informatie. Nou, managementinformatie kennen we denk ik allemaal wel. Dat zijn de rapportages die de formulemanagers krijgen, die de category managers krijgen, de filiaalmanagers, etc. Aan de andere kant heb je zeg maar meer het operationele gebruik. En dat is echt waar je extra geld kan verdienen met informatie. Als ik een voorbeeld mag geven, een fashion retailer bij ons, die gebruikt het DTWR als voor een maatboganalyse. Oftewel, die gaat analyseren welke maten die moet inkopen voor een bepaald artikel. Hè? Hoe die maatboog er precies in zit. Nou, met alle extra informatie die in DTWR zit, met alle karakteristieken bijvoorbeeld van artikelen, van kledingstukken, kunnen ze optimaal inkopen. Oké. Je had het net over een goede oplossing, hè? In dit geval een maatboog voor retailers, wat natuurlijk heel interessant is. Welke voorbeelden zou je eventueel nog meer kunnen noemen?
Ja, een ander voorbeeld zit op het gebied van visualisatie. Wat wij doen is visualiseren van combinatieverkopen. Okay. Welke artikelen worden in combinatie gekocht? Traditioneel zie je daar top 10 lijstjes van. Wat wordt er in combinatie verkocht? Maar wij hebben nu een hulpmiddel waarmee je heel snel door een berg met data kan zoeken op een hele visuele manier. Waardoor je zeer snel inzicht krijgt in allerlei combinatieverkopen per artikelgroep of een lager niveau van artikelen. Nou, dat lijkt me inderdaad een hele goede retailoplossing. Nou, het woord big data, het zegt al, big, veel data en groot. Ik kan me goed voorstellen dat er veel retailers zijn die daar hun focus helemaal niet op willen leggen. Wel gebruik willen maken van alle informatie, maar zich met andere dingen bezig willen houden. In hoeverre kunnen jullie daar een rol in spelen om ze te ontzorgen? Ja, dat doen we dus met onze cloud-oplossing. Dus compleet ontzorgen van de retail op het gebied van business intelligence en big data. En het is eigenlijk ook de reden waarom we ooit begonnen zijn met deze propositie. We zagen dat klanten het zelf probeerden, af en toe nog wat externe inhuurden. Maar dat werd het net niet. Of er was kennisgebrek, of ze vonden het lastig om te beheren. Of er moest een nieuwe software-upgrade plaatsvinden. En daar was gewoon geen tijd voor of geen geld voor. Dus dat was het hele idee van, ja, volgens mij moeten wij het één keer goed uitdenken, de oplossing. En dan zorgen dat verschillende retailers daar gebruik van kunnen maken. En dat concept slaat aan in de markt. Oké. Okay. Als ik het dan goed begrijp en een korte samenvatting zou mogen maken. Big data voor jullie, in jullie forum. Jullie bieden oplossingen. Mensen kunnen, of de retailers, jullie klanten kunnen gebruik maken van de juiste informatie op het juiste moment. En de informatie die zij nodig hebben. En daarbij hoeven ze zich allemaal niet bezig te houden met alle randvoorwaarden. Dat zorgen jullie voor dat eigen custom-made bij hun terechtkomt. Ik vind het een mooie samenvatting. Oké, nou, bedankt.